Een van de bedrijven op Aviolanda is Acrets, dat leerlingen opleidt voor het repareren van lichtgewicht composieten vliegtuigonderdelen. Dit is een carbon product van een vliegtuig. Deze hebben ze zelf vervaardigd in de les. Vervolgens maken we ze kapot en moeten ze deze repareren conform de normen die gelden voor de luchtvaart. En dan gaat het bijvoorbeeld om de neus van een vliegtuig die erg kwetsbaar is voor hagelbuien of botsingen met vogels. Achter deze radoom zit dus de radar. Ja. En we willen dus nooit hebben dat de radarbeelden verstoord worden. Acrets verkoopt haar kennis ook aan de luchtmacht op vliegbasis Woensdrecht, waar het rotorbladen van helikopters repareert. Maar het hek tussen Aviolanda en de basis is dagelijks letterlijk een obstakel. Elke keer door de poort bij de Fokker en de poort van de luchtmacht kost me elke keer een kwartier. Dat 4 of 5 keer per dag is een uur. En dat kan dus praktischer. Daarom werd provinciebestuurder Bert Pauli letterlijk ingevlogen om het hek te openen. Als symbool voor nauwere samenwerking en daardoor nieuwe banen. West-Brabant wordt de hotspot op het gebied van onderhoud van vliegtuigen. En dat gaat heel veel banen opleveren voor de mensen hier in West-Brabant. En die hebben we ook hard nodig. Ook door meer samenwerking met Defensie? Door meer samenwerking met Defensie, meer samenwerking met onderwijs, maar ook met andere regio's in Brabant. U ziet ze niet vliegen? Nee, ik zie er nu 1 groot vliegtuig zie ik overkomen, maar ik ben eerlijk gezegd blij dat ik uit het kleine vliegtuigje weer veilig op de grond staat.